Ik ben juf Evelien van groep 1-2C. Ga je een ochtendje mee mijn klas in? Maar toen had ik dit gewoon. Dit is een groep 1-2. Waarbij kinderen in de klas komen die net 4 zijn en kinderen in de klas komen die al 2 jaar in de klas zitten. En die zijn dan groep 2. Groep 2 werkt 's ochtends altijd met een weektaak. En daarbij plan ik tijdens de werkles momenten dat ik met groep 2 aan die weektaak ga werken. Dat zag je net ook hier met een jongetje. Die moest ik even op weg helpen, zodat hij begreep wat hij aan het doen was. Jim rent naar zijn kamer. Hij pakt zijn pyjama. En zijn tandenborstel en zijn knuffels. Hij doet alles in de tas. Naar Frankrijk. Naar Frankrijk. En hoe ga je daar naartoe, weet je dat? Met de auto. Kaatje, ga jij nog op vakantie? Ja, naar Polen. En hoe ga je naar Polen toe, weet je dat? Ja, met de auto. Wat leuk zeg. En weet je al wat je daar gaat doen? Ja. Ik heb net met een groepje een kleine kringactiviteit gedaan uit de methode Ik en Co. Ter bevordering van de Nederlandse taal. Hip, hop, hippe, hoppe, hup. Waterkranen druppelen van druppen, druppen, drup. Een kip, een kop, een kippenkop, een cup. Olifanten lummelen, walummel, lummelup. En als je op je billen valt, dan heb je pech. En alle jongens rennen weg. Hip, hop, hippe, hoppe. Ja, sinds april hebben we schooltuintjes hier. Waarbij we het belangrijk vinden dat kinderen leren hoe groenten en fruit en alles groeit. En ongeveer 1 keer per 2 weken gaan we met de kinderen naar buiten om tuinonderhoud te doen. Zo hebben we laatst radijsjes geoogst en sla geoogst. En dan gaan we dat daarna in de klas ook proeven. Twee keer per dag gaan we met de kinderen buiten spelen. Met de kinderen hebben we afspraken gemaakt dat ze alleen op het Polenplein mogen spelen. Dat ze alleen op het gras. En de leerkrachten lopen rondjes om het gras heen om te kijken waar de kinderen zijn. Onze ervaring is dat doordat we rondjes lopen en zichtbaar blijven voor de kinderen, dat de kinderen niet weglopen.